We zien steeds meer riviercruiseschepen op de Waddenzee en het IJsselmeer. Met deze groei ontstaan ook meer risico's. Het is daarom van belang dat hulpdiensten goed zijn voorbereid op een eventuele calamiteit op een dergelijk schip, bijvoorbeeld door regelmatig te oefenen. Riviercruiseschepen zijn bijna allemaal uniek. Zo kan het per schip verschillen waar de nooduitgangen zijn. Ook heeft de bemanning vaak uiteenlopende nationaliteiten. Deze schepen vallen op door hun lengte, breedte en hoogteverhouding. De gemiddelde schepen zijn 110 tot 135 meter lang. Breedte is maximaal 11,45 meter. En hoogte die kan tot 9 meter zijn. Die kan je dus aanpassen. En een relatief klein onderwaterschip. Diepgang is ongeveer 1,80 meter. Het aantal passagiers aan boord kan variëren tot maximaal ongeveer 250 passagiers. Het aantal bemanningsleden dat zou ongeveer 30 à 40 zijn. Waarvan 10 man nautisch personeel. En die kunnen van diverse nationaliteiten zijn. Nederlands, Duits, maar ook Oost-Europees. We staan nu in de centrale hal. De ontvangstruimte. Dit is een aandachtspunt. Liften. Lift naar boven. Lift naar beneden. Hier achter mij zie je de trapopgang naar boven. Trapopgang naar beneden. Dit is feitelijk het hart van het schip. Hierachter zie je de receptie. Daar heb je dus alle alarmen komen binnen. En daar heb je ook de omroepinstallatie. Dus hier vandaan kan je het hele schip via de PA-installatie, Public Announcement, kan je het schip bereiken. Als hulpverlener kom je hier aan boord. En hier heb je dus eigenlijk het eerste contactmoment met de scheepsleiding. En op riviercruiseschepen zijn ook de deskundigen aan boord. Dus hier vindt de eerste informatieuitwisseling plaats. Mocht de calamiteit zich hier plaatsvinden of dat deze ruimte door ook niet meer te betreden is, dan is feitelijk het schip vleugellam. Naast de commerciële schepen zijn er ook enkele schepen die zijn ingericht voor mensen die extra zorg nodig hebben. Deze schepen brengen extra risico met zich mee, omdat de passagiers met een lage zelfredzaamheid moeilijker zijn te verplaatsen. Deze schepen vragen daarom een ander handelingsperspectief dan bij de commerciële schepen. We staan nu in de keuken van het schip, het kombuis. Hier komen dus 3 maaltijden per dag komen eruit voor 160 passagiers en 10 man bemanningsleden. Dit is een zogenaamde hete ruimte. Er staan hier een paar steamers en er is hier een magnetron. Dus hier heb je te maken met bakvet. In het geval van calamiteit kan de deur afgesloten worden al daar en de keuken kan stroomloos gemaakt worden. We zijn nu aangekomen in het stuurhuis. Tijdens de vaart, dus tijdens de reis, zit de kapitein of stuurman zit hier. Hier wordt eigenlijk alles bediend. Hier kan je alles bedienen. Hier heb je overzicht over het gehele schip, ook mede door camerabeelden, intercom. Motorbewaking zit hier ook. Als er dus ergens een calamiteit aan boord van het schip gebeurt, dan komt het eerste eigenlijk hier binnen. Of via de receptie, of hier direct. En in eerste instantie worden vanuit het stuurhuis eigenlijk de lijnen uitgezet. Hier wordt eigenlijk een plan gemaakt van hoe gaan we het doen. En hier kan je ook de passagiers informeren. Mocht het de calamiteit van die aard zijn, dan kan de kapitein besluiten om naar de centrale hal te gaan en daar de regie te gaan voeren over het incident. Vanuit het stuurhuis zijn de waterdichte deuren te bedienen. Dus in ieder geval omdat het schip een lek raakt en grote hoeveelheden water naar binnen stroomt, kan hier dus lokaal de deuren bediend worden. Dat heeft wel eens invloed dat de doorgang door het schip beperkt wordt door de deuren die dicht zitten. Bij een calamiteit op een schip kan een coördinator incident schip, afgekort CIS, aan boord komen. De CIS ondersteunt in dit geval de kapitein. Belangrijk om te weten is dat aan boord de kapitein doorgaans de deskundige op gebied van veiligheid is en dus de leiding heeft tijdens een calamiteit. Nu aangekomen in de wasserij van het schip. Je kan je voorstellen als je zoveel mensen aan boord hebt dat je ook heel veel wasgoed hebt, beddengoed, keukengoed. Dus er wordt hier heel veel gewassen. Het gaat eigenlijk 24 uur per dag door. Wasmachines, drogers zijn dus een risico-item. Mocht je hier rookvorming krijgen, we staan hier in het centrale gedeelte van het schip. Dus hierboven zit de receptie, de trappen. Dus als je hier dus rookvorming krijgt en dat trekt omhoog, dan is je receptie vleugellam.
Nou, we staan nu voor de motorkamer, machinekamer. Achter deze deur, hoop herrie, staan de twee voortstuwingsmotoren. En er staan ook nog hulpdiesels, die voorzien dus het schip van stroom. Dit is een aandachtspunt, omdat je hier achter deze deur komt alles samen. Het technische hart van het schip, brandstof, water, smeerol, koelmiddel. Het bijzondere van deze ruimte is, mocht die brand ontstaan, dan heeft het dus zijn eigen blusinstallatie. Dit kan lokaal bediend worden. Hier kan ook het stuurhuis bediend worden. We staan nu aan de achterkant van het schip. Kan ook het stuurhuis bediend worden. Dan moet de ruimte ontruimd worden, dus mensen eruit. En dan wordt die afgesloten en dan wordt er dus blusgas toegelaten. En dan, dus als het goed is, ventilatie gestopt en dan blust dat blusmiddel blust dus de brand. We zijn nu aangekomen vanuit de centrale ruimte in de salon. Nou, zoals je ziet, je hebt hier prachtige uitzicht op je omgeving. Overdag tijdens het varen zitten de meeste mensen zitten hier. Je ziet ook meteen dat mocht de centrale hal afgesloten zijn door bijvoorbeeld rookontwikkeling, dan is de enige toegang tot deze ruimte is de nooduitgang daar op het einde. Nou, zichtbaar is de grote raampartijen. Dat is natuurlijk om naar buiten te kijken. Bij een impact aanvaring kan je voorstellen dat je hier een hoop glasletsel, dus een hoop gewonden aan boord kan aantreffen. Een van de risico's van dit type schepen is dat ze een laag vrijboord hebben. In het geval van een aanvaring betekent dit dat de raampartijen kunnen breken, waardoor het water direct het schip kan binnenkomen. De getoonde risicolocaties op riviercruiseschepen maken dat het belangrijk is om je als hulpdiensten goed voor te bereiden op mogelijke calamiteiten op deze specifieke type schepen. Dat kan onder meer door deze video breed te delen en vooral op een dergelijk schip te oefenen waar zich maar de mogelijkheid voordoet.